Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest, voor uw troon zijn wij gekomen. We verhogen uw naam, u geeft ons genade, u roepen wij aan. Hoor ons loflied, Heer, onze danklied klinkt, breng het morgen weer. Goedemorgen allemaal. Ja. Nogmaals een hele goede morgen allemaal. Welkom in deze dienst. Het voelt wat leger, vooral aan die kant. Ik dacht, het is goed om te noemen dat onze jongeren nu met elkaar op NJI-weekend zijn. We zijn blij, Glenn, dat jij er wel bent, want Klaas vroeg me even te vertellen omdat je jarig was vandaag. Maar fijn dat je er bent en gefeliciteerd. Een bijzondere dienst vandaag. Als u gast bent in de gemeente, we hebben hierachter in de ontmoetingsruimte een infobalie. Daar kunt u meer informatie krijgen. En daar liggen ook kaartjes waar u gegevens kunt achterlaten als u meer informatie wilt over onze gemeente. Hartelijk welkom ook aan de mensen die thuis met ons verbonden zijn, die meekijken. We hopen dat u ook een mooie dienst zult hebben. En als u meer informatie wilt, kunt u dat vinden op onze website. We hebben vandaag een gastspreker, dominee Ed Meenderink uit Vlaardingen, zal ons het woord van God met ons delen. Welkom ook in ons midden. Ik heb nog een paar andere mededelingen. Eentje ga ik even voorlezen. Eind oktober en begin november zijn er 3 avonden voor echtparen. En er staat bij, als u nou denkt, ik ben wel getrouwd, maar het is niet voorbij. Er staat nog die nog maar kort, die al wat langer of al heel lang getrouwd zijn. Dus dat zijn alle echtparen, denk ik. Het thema is nog lang en gelukkiger. En aan de hand van een presentatie via DVD worden thema's aangesproken die ons allemaal betreffen en die ons allemaal bezighouden. Van harte aanbevolen. En deze week in Gracewood komt er meer informatie over. En morgenavond begint het koorproject met Priscilla Vrolijk. Er zijn kooroefeningen, zangoefeningen voor 4 leeftijdsgroepen. En die zullen gedurende 10 lessen nummers instuderen. En dat geheel wordt afgesloten bij de kerstavonddiensten. En op de posters die hier in de ontmoetingsruimte hangen, kunt u daar meer informatie over vinden. Straks tijdens de collecte zullen er wat foto's zijn. Dat zijn foto's van de ontmoeting die we afgelopen zondag hier hadden met vluchtelingen. Hele bijzondere ontmoeting, kan die laten om dat even te vertellen. Omdat er veel van die groep die we nu bereiken, dat zijn mensen ook uit Palestina, Palestijns-Syrische vluchtelingen. En veel daarvan komen oorspronkelijk uit Nazareth. Dus dat was een bijzondere klik rondom de naam van onze kerk ook. Daar kan u wat foto's van zien en netwerkgroep 4 had gisteren een presentactie. Daar zijn ook wat foto's van die voorbij komen. En een paar weken geleden heb ik u verteld over een ontmoeting die ik had met iemand in Zuivere Koffie die geïnteresseerd was in onze gemeente. En deze week, op dinsdag, zaten we met hem hier voor het kruis. En het bijzondere is, en dat wil ik heel graag met u delen, want dat is waar ik redelijk vol van ben, is dat niemand van ons had dat bedacht, niemand van ons had dat gepland. Hij kwam zelf met dat hij graag wilde bidden en dat hier moest. Hij had de kerk gezien en hij wilde hierheen om te bidden. En ik vond dat zo mooi, dat God, ondanks al ons, dankzij, door al ons regelen en doen heen, iemand gewoon aanrekt en naar zich toe trekt en zichzelf aan hem openbaart. En daar ben ik zo dankbaar voor. En dat wilde ik ook graag met u delen. Dat God is aan het werk. God raakt mensen aan. Zoals hij dat met ons gedaan heeft, doet hij dat ook met mensen in onze omgeving. Wij doen soms dingen, wij regelen soms dingen, maar God doet zijn werk.
En ik denk dat het goed is dat we vandaag ons ook op God richten. Hem aanbidden, maar ook met elkaar nu en door de week voor hem bidden voor de mensen in onze omgeving. En ik wil u vragen als we gaan bidden om daarvoor even te gaan staan. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat u er bent. Dank u wel dat u weggaat. U weggaat met mensen. Met ons, zoals we hier zitten. Maar ook met mensen in onze omgeving. Mensen die we ontmoeten. Dank u wel voor uw liefde. Voor uw kracht. Voor uw genade. We willen u vandaag eren en prijzen en aanbidden. U komt alle lof en eer en aanbidding toe. In de naam van Jezus. Amen. We gaan vanmorgen weer zingen. En ik wacht even tot de microfoon opengezet wordt. We gaan vanmorgen weer zingen voor onze God, voor onze Heer. En jullie staan daarbij al, hartstikke fijn. En we zingen een lied dat we kennen, ook al heet het Kom, zing een nieuw lied. Love and shine, shine, lift your voice.
Dank u voor uw kostbare bloed. Dank u voor uw offer dat ons de vrijheid biedt. Dank u, u nam alle schuld van ons aan. Daarom zingen wij nu een overwinningslied. Een overwinningslied. Want u opent de weg naar de vader. Voor uw offer dat ons de vrijheid biedt. Dank u, u nam alle schuld van ons aan. Daarom zingen wij nu een overwinningslied. Een overwinningslied. Dat u opent de weg naar de Vader. Laat hem zien zoals niemand hem ziet. Jezus, dank zijn trouwen genade. Zing het mij.
gaan nu een lied zingen dat misschien niet iedereen kent. Maar het refrein is niet zo ingewikkeld. Dus als jullie goed luisteren, dan zing je dat zo vanzelf mee. Collectanten naar voren willen komen.
En als een collecte geweest is, dan mogen de kinderen naar de zondagschool. Dag leuke mensen, ik open de zaal. Dan zegt u dag leuke dominee. Ik ben hier heel lang niet geweest en dan is het wel een godsgeschenk als je binnenkomt en meteen heel veel bekende gezichten ziet, die vervolgens ook helemaal niet ouder geworden zijn. Dus. Er is. Nou, ik bedoelde jou niet, maar al die anderen. En dat moet de lucht van de Zaanstreek zijn, toch? Of zo? De gezonde lucht van de chocola en dergelijke. Maar goed om hier vanmorgen bij u te kunnen zijn. Ik heb lange tijd in mijn gemeente in Vlaardingen, waar ik overigens al 35 jaar sta. Wij staan altijd dominees, we zitten nooit. Maar een besluit genomen jaren geleden om eigenlijk niet meer in andere gemeentes te gaan preken. Ik zal niet zeggen waarom, maar dat heb ik dan met God uitgewisseld. Dat heb ik nu helemaal teruggedraaid en ik wil nu zoveel mogelijk overal preken. Omdat onze gemeente in veilige handen is van mijn vriend en collega Dennis Moon. En ik wil u bedanken voor alle voorzorgende hulp en geestelijke groei die u aan Dennis en Lara hebt geschonken. Want het is heel raar gelopen dat Dennis zat in mijn klas in Buzingen. En ik bid me al, ik weet niet, een ongeluk voor een mogelijke vervanger of een tweede predikant straks, als ik met pensioen ga ook. Kon ze maar niet vinden, vanwege de bijzondere aard denk ik ook van onze gemeente. En ik zie Dennis in de klas zitten en het was meteen van boven, dat is hem. Klik tussen ons meteen van het begin. Ik zeg, Dennis, ik ga alles in werk stellen zodat je bij ons meteen komt werken als jeugdpredikant. Toen hebben jullie hem gestolen. We snappen nog niet hoe dat kwam. Ik kreeg een ander en we wisten niet hoe het gebeurde, maar het heeft zo moeten zijn. Ja, en goed. Nou, goed. Iemand uit onze gemeente zei, je accent, dat werkt nu in je voordeel. Dus hij verandert er ook niet veel meer aan. Schnitzel. Goed, dus alle hartelijk dank, want nu past het goed in elkaar. Dat zeggen we samen ook. Van, ja, die groei die hier heeft meegemaakt, die was ook voor ons goed. En ik was er ook misschien nog niet aan toe. Dus allemaal goed. Dan, niet zoals de meeste van u, denk ik, dat zult u weten als u mij langer kent, ben ik niet opgegroeid in een religieuze context. Mijn vader was overtuigd, intelligent, net atheïst. En ik heb tot mijn 18 nog nooit de kerk van binnen gezien, wist niets van de Bijbel of geloof. Ben via door een godservaring tot christen gebombardeerd, die mijn hele leven op zijn kop heeft gezet tot de dag van vandaag. En vanaf het moment dat ik het bijzondere domein van de kerk ben binnengekomen, heb ik ook gezien dat de kerk leidende was, toen al. Dat er iets ontbrak.
En dat er een voor mij te groot verschil was tussen de indruk die ik kreeg uit het Nieuwe Testament en dat wat ik in alle kerken tegenkwam. En dat heeft mij intens verdriet bezorgd, maar ook een langdurig gebed tot de dag van vandaag. Heer, laat opwekking komen. Dus ik was een van die velen in Nederland die constant hebben gebeden voor een opwekking. Ik bid nog. Nou, in die 35 jaar van mijn bediening heb ik allerlei ideeën gekregen waar ik ook vaak bij geweest ben. Ik ging naar conferenties, ik las boeken van andere grote godsmannen en vrouwen en anderen die voor opwekking baden, die mij vertelden waardoor het kwam dat we geen opwekking hadden. En het kwam altijd omdat we niet goed genoeg waren. Dus als ik terugga in die 35 jaar, dan eerst moesten we volwassen gedoopt worden met z'n allen, dan zou opwekking komen, dan moesten we weer achter Israël gaan staan en Israël producten komen en bidden voor Jeruzalem, dan zou het gebeuren, dan moesten we weer allemaal in tongen spreken, profiteren en de geestelijke gaven hebben, dan zou het gebeuren en zo kan ik heel lang doorgaan. En het is allemaal goed. Er is daardoor heel veel goeds aan de kerk teruggeschonken. Dan hebben we opwekking. Men zat ernaast. Toen heb ik in mijn zeer rijke pastorale bediening, ik acht het mijn tweede hoofdgave, pastoraat, in het pastorale vlak giga-opwekkingen gezien. Die mij koude rillingen bezorgen in de goede zin. Die mijn ogen getuigen doen zijn van het nog steeds onvoorstelbare wonder van de kracht van Christus in mensen. Ik heb meerdere malen mogen meemaken dat mensen bij mij in de hel binnenkwamen en in de hemel weggingen. En zo hebben ze het ook beleefd. En dan stond ik erbij en ik keek ernaar. Klaarblijkelijk hebben wij hier iets. En dat wat de opwekking teweeg brengt, is niet, we moeten eerst dit doen en dan moeten we eerst daaraan toe. Ze moeten eerst heilig worden, die was ik nog vergeten, dat is een beetje van onze kerk. Want zo onheilig als we zijn, kan God ons geen opwekking schenken. Nou ja, dan denk ik, dan komt het allemaal nooit, want heilig worden we toch niet. Dan hebben we de trucje. Maar wat ik altijd hoorde van, je moest eerst dit doen en eerst daar zijn. En eerst moet God dat in de gemeente doen, ook onze eigen gemeente. Want laten we maar niet gaan evangeliseren. Ik vond jouw getuigenis prachtig. Past er perfect in, want dat kan ik nog helemaal niet. En ik moet eerst zelf nog zo groeien. En ik ben zelf nog maar zo'n klein christentje. En al die onzin meer, daardoor komt er geen opwekking. Als je dat allemaal omkeert en tegen iemand iets zegt wat God zegt, zie je opwekking voor je ogen geschieden. Dat wil ik met u delen. Nou gaan we beginnen. Exodus 3. En het thema is, God zegt, gij zijt. Ik niet. God zegt, mensen hier in Koog, gij zijt. Even kijken of ik dat kan lezen. Daarop zeide, het is een hele bekende tekst hoor, daarop zeide Mozes tot God, want hij wilde zo graag de naam van God weten, het is zo lastig bidden. Maar wanneer ik dan tot de Israëlieten kom en hun zeg, de God van uw vader, is ook zo'n lange zin, de God van uw vader, Abraham, Isaac en Jacob, heeft mij tot u gezonden. En zij mij vragen, hoe is zijn naam? Wat moet ik hun dan antwoorden? Toen zei God tot Mozes, Jahwe, ik ben. En hij zei, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij tot u gezonden. Zullen we bidden. Vader, laat daar nu uw woord vloeien. Uit uw hart en uit mijn hart. Uit mijn geopende mond. Tot geopende oren en harten van alle aanwezigen hier. Onder de zalving van de Heilige Geest. Ongehinderd uit genade in Christus Jezus. Dank u wel. Amen. Nou, voor het eerst in de geschiedenis geeft God door het gezeur van Mozes zijn naam. Eindelijk weten we hoe hij heet. Geen Klaas, geen Joop, geen Katrien of Marie, ook geen Jehovah, dat is een hele leuke door mensen bedachte constructie waarbij men in het Hebreeuws zijn zitten geen klinkers. Men heeft de klinkers van de naam Adonai gestopt in het woord Yahweh en dan krijg je Jehovah verzonnen. Want we willen zo graag zijn naam weten, toch? Nou, dan geeft God zijn naam en de naam is een ongelooflijk probleem. Ik ken een beetje Hebreeuws, genoeg om het een beetje te verstaan, maar de zeer deskundige Hebreeuwse wetenschappers komen er niet uit, want het Hebreeuws is eigenlijk niet te vertalen. Dan geeft God zijn naam en dan weet hij in wat vertaal dat verschijnt en dan weet hij dat wij duizenden jaren later nog niet weten wat zijn naam is. Want ik kan u verschillende suggesties geven die allemaal waar kunnen zijn. Ik ben die ik ben, ik ben die ik zal zijn die ik ben, ik zal zijn die ik zal zijn en de meest populaire vandaag de dag, ik zal er altijd zijn.
Dan denk ik, dat kan geen toeval zijn dat God het zo warrig maakt. En op een gegeven moment lees ik mijn Bijbel, en hij heeft het misschien ook wel, zelfs als theoloog na vele jaren, soms lees ik een woord, weet ik al wat er voor en daarna komt. Maar toch lees ik dan zo'n woord, wat je altijd hebt gelezen en altijd kent, en de bliksem slaat in. Kent u dat? Ik hoop dat u dat nog veelvuldig heeft. Dat zomaar de bliksem inslaat en je Bijbel blijft heel. Maar jij niet. Ik denk, krijg nou wat? God heeft het zo bedoeld in het Nederlands. We moeten het gewoon laten staan. Ik doe een poging om uit te leggen wat zich niet laat uitleggen. God zegt, Mozes zegt tegen alle mensen van de aarde, ik ben. Mozes, ik ben altijd ik, zegt God. Nooit iemand anders. Ik ben altijd God, de Almachtige. Nooit wat anders. Niemand kan dat veranderen. Geen situatie, geen andere wezen. Dat ik altijd ben wie ik ben. Ik ben altijd ik, zeg God. Altijd God, de Almachtige. Mijn natuur is zo. En ik ben altijd mijn natuur. En niets in wat er gebeurt in heel de kosmos kan mijn natuur veranderen. Het Nieuwe Testament zegt, God is liefde. En wij die denken dat God alles kan, moeten lezen dat er letterlijk staat, God kan niet ontrouw zijn aan dat karakter van liefde. Hij kan niet niet liefde zijn. En dat maakt veel van uw gebeden, mijn gebeden, onmogelijk. Dan zegt God, dat kan ik niet doen. Ik kan voor jou geen wraak nemen op je vijand. David, ik kan die kinderen van je vijand niet tegen de muur smijten zoals je van mij vraagt. Ik kan hun vrouwen niet onvruchtbaar maken zoals je in je woede vraagt. Ik snap je wel, ik ken je woede, maar dat kun je van mij niet vragen, want ik hou van je vijanden. Hoe moeilijk dat voor jou is. Ik kan niet anders, David. Dat ben ik. Dus God zegt, ik ben. En opeens gaat bij mij het licht aan. Ik denk, waarom doen we zo moeilijk? God zegt gewoon, Mozes, ik ben die ik ben. En ik ben het altijd, altijd één, ondeelbaar. En dat, lieve mensen, is nodig om iemand te vertrouwen. Het is voor ons, als mensen, heel moeilijk om een wispelturig persoon, iemand die het ene moment zo is, en het andere moment zo, of dat nu, als het je vader is, dan loop je nu bij de psycholoog, dat weet ik nu al. Ja. Als een hond zo'n baas heeft, dan moet hij naar Martin Gauss of naar iemand anders. Want dieren en kinderen en mensen kunnen moeilijk leven met iemand die wispelturig is en daar ook niets aan kan doen. Die zelf er ook onder leidt dat hij zomaar het ene moment zijn kind een knuffel geeft, volgende moment een douw of een sneer. Met een echtgenoot die het ene moment je liefkoost en het volgende moment je met woorden vernielt. Dat is voor ons, dan is het niet meer te vertrouwen. Met een voorganger of een leraar of een vader of een moeder die niet altijd is wie die is. Heel wisselend gedrag. Onberekenbare reacties. Dan ga je iemand niet meer vertrouwen. En dat moet je ook, want je moet jezelf beschermen. Want je weet nooit wanneer je deze kant of deze kant aantreft. En daarom denk ik ook dat de Bijbel ons waarschuwt om een mens helemaal te vertrouwen. Er wordt zelfs een vloek opgelegd. Vervloekt is hij die een mens ultiem vertrouwt. Dat doen we soms wel. Soms kom je iemand tegen die lijkt toch anders te zijn. Die heeft zoveel mee dat je voorzichtig heel je vertrouwen op die mens werpt. En dan kan je erop wachten dat je een keer een douw krijgt. En die douw is 10 keer zo groot als bij een ander. God zegt niet doen. Doe jezelf dat niet aan. Want ik zeg je, deze mens is best wel redelijk gezond. Hij is echt een goed kind van me. Hij heeft een goede jeugd gehad. Dus het is logisch dat je denkt dat je hem volledig kunt vertrouwen. Maar je kunt hem niet 100% je vertrouwen schenken. Niemand. Want niemand kan zeggen wat God zegt. Mijn naam is, ik ben. Niemand die hier zit. Ik niet. Normaal niet. Want ik ben niet betrouwbaar. Echt niet. Maar niet vertrouwen. Nee, want ik kan niet zeggen ik ben. God zegt ik ben. Want wij zijn natuurlijk wel Gods kinderen. Elke kerk gelooft dat. En dat is de kern van ons geloof. Geschapen in zijn beeld en zijn gelijkenis. Vergis u niet. Maar wij zijn niet altijd wie we zijn. 35 jaar intensieve pastorale ervaring. Heeft mijn grootste ontdekking, ik ben geen psycholoog, daar bemoei ik me niet mee, op dit vlak geschonken. Wij zijn niet wie we zijn. Mijn vrouw, Kobi, is niet altijd Kobi. En wij zijn 40 jaar getrouwd, maar ja, wij hebben ook nog 40 jaar verkering. We hebben alles altijd samen gedaan. Alles. Dus,
We hebben drie keer zo'n wedstrijdje meegedaan. Dat deden ze bij ons. Bij ons 12,5 jaar. Bij 25 jaar. Bij 35 jaar. Dan weet u het wel. Zo'n leuk familielid wil je verschut zetten. En stelt een vraag aan Kobi. Wat ze denkt dat ik ga antwoorden. Hij stond verschut. Want we hadden alles goed. Drie keer toe. Dus ja. Dat is, als je 40 jaar alles samen doet. En ook nog de beste vrienden bent. En ja, het heerlijk vindt om met elkaar al samen te doen. Hobby's samen. Alles samen. Dan krijg je dat. Maar ik kan u feilloos zeggen wie mijn vrouw is en wie niet. Maar toch zult u dus ons aantrekken als niet-Kobi. Dat heeft met haar verleden te maken, kan ik u zo vertellen. Iedereen weet dat. Mijn vrouw is een kunstenaar, maar ook dyslectisch. En dat werd heel laat ontdekt, dat was vroeger zo. Te laat op haar school. Ja, dan krijg je allemaal effecten die haar eigen waarde niet echt nou hebben doen opbloeien. Psychologen zeiden je bent lui. Leraren zeiden je bent lui of je bent dom. Het was niet lui, maar ze kreeg de letters niet op een rijtje. Tegenwoordig, ik heb zelf lesgegeven. Herkent men het vroeg en de leraar moet dat weten. En dan baal ik wel eens dat ik mijn vrouw had moeten meemaken. Want daardoor, anders was mijn vrouw beroemde architect geweest of zo. En dan had ik in een boot in Zuid-Frankrijk. Oh nee, want ik ben predikant. Maar goed. Dan had zij zich kunnen ontplooien, doet ze nog hoor. Maar dat is niet gelukt. En voor de rest is het zo dat ik inmiddels precies de gebruiksaanwijzing van mijn vrouw weet. Zelfs de hond leert het. Ik zei tegen onze hond, je weet dat je dit bij Kobi niet moet doen. Want dan reageert ze niet vanuit Kobi, maar vanuit... En dan barst mijn tranen, komen de tranen los. Want dan zegt ze iets, dan doet ze iets. En ze zegt, dat wil ik niet. Maar het beslist voor mij. Ik hou van u, laat het voorop staan, ik wil niemand beledigen. Er is niemand hier voor mij die dat niet heeft. Het is het relatie- en huwelijksprobleem in de hele wereld. Dat jouw man niet altijd je man is en je vrouw niet altijd je vrouw. Je erft ergens het onafgemaakte huiswerk van vroeger. Je komt je schoonmoeder tegen, je schoonvader. Het onopgeloste probleem wat we allemaal hebben. En iemand die zelf ook enig inzicht heeft in zichzelf ontdekt. Dat hij reacties heeft, uitingen. Vooral als hij in het nauw wordt gedreven. Als dingen op hem afkomen. Dan heb je niet met Ed Meendering te maken. Dan ben ik het jochie wat vroeger een vader had die op zee zat. Die zag ik nooit. Ik bewonderde mijn vader, maar ik zag hem te weinig. Kwam die tijd, ging die dood. En dan stond ik met 15 jaar met mijn zusje aan mijn hand, met mijn moeder. En dit is een jongen die heeft gewoon voor een vrouw en een meisje gezorgd zijn hele leven. En nog altijd is het zo in mijn gemeente, als je mijn gemeente, vooral de meisjes en de vrouwen, vals aanvalt, dan krijg je een ongelooflijk agressieve reactie van mij. En ik heb daar schade aangebracht in mijn bediening. Schade bij mensen waar ik zo kwaad werd, zo beschermend, dat het fout gaat, dat ik in mijn binnenkamer huilde. Ik zeg, Heer, zo ben ik, ik hou van mensen. Ik hou van mensen. Waarom? Dan liet God me mijn jeugd zien, zegt God zegt, ik ben altijd Ed, dat weet je. Ik ben altijd, bij mij tref je het altijd hetzelfde aan. Ik ben maar één persoon. Jij bent niet altijd Ed. Je bent ook Eduard. Mijn naam is per ongeluk aan mij gegeven door de huisarts. Dat was een vriend van de familie, dokter Van Gogh. Nazaat van. En mijn vader zat op zee. En via Radio Scheveningen zei mijn vader, we gaan hem Edward noemen, die jongen. Maar dokter Van Gogh zegt, Edward, zal ik hem even aanmelden bij de burgerlijke stand? Mijn moeder lag nog op bed. Nou, doe maar. Dus dokter Van Gogh heette zelf Eduard Van Gogh en hij had niks met die Engelse namen. Die heeft gewoon zijn naam ingevuld toen ik... Niet weten dat het betekent edele bewaarder en beschermer. Hoe kan het toeval door God geleid zijn? Hè? Maar ik ben niet altijd Ed, sorry hoor. En ik baal ervan als ik het niet was. Als het in mijn preek gebeurt, dan zeg ik wel eens, Heer, schoot ik weer in het Ed Meendering vlees. Dacht ik weer, oh jee, ik moet het redden. Komt het weer, het wordt minder. Mijn vrouw zegt, je hebt er haast geen last meer van. Leeftijd doet daar wat. Maar ik ben niet altijd Ed en mijn vrouw is niet altijd Kobi. En in het begin van ons huwelijk was dat nogal wat. Zeg. Ik had geen ruzie met Kobi en zij niet met Ed, maar met iemand die ik niet kende, die ik niet wilde kennen. En die later haar moeder bleek te zijn, de vader bleek te zijn met mijn vader, mijn moeder. En die hele situatie kwam terug. En we keken elkaar aan en zegt, hoe kan het? Dat is het verhaal van u en mij en alle mensen. God zegt, ik ben altijd God. Dat is heel vreemd voor je. Daarom in je gebed denk je wel eens dat ik ook ben. Heel veel christenen hebben een beeld, een godsbeeld van ook. Ja, dominee, God is liefde, maar hij is ook rechtvaardigheid en heiligheid. Daar zeg ik, de Bijbel en John Wesley zeggen allebei, die rechtvaardigheid is liefde. Een van de uitingen, zijn heiligheid is liefde. Alles is liefde, want God kan niet anders. Wij wel. En dat dubbele godsbeeld komt omdat jij niet beter weet van je vader, je moeder en van jezelf. Je vindt jezelf ook niet betrouwbaar. Want soms kom je ook gevoelens tegen en reacties waarvan je denkt, alle mensen, waar kwam dat nou vandaan? Bekend? Ja. Je bent niet altijd.
Wij zijn Gods kids, maar we zijn niet altijd wie we zijn. Wij zijn ook al die dingen die mensen over ons hebben gezegd. Of niet gezegd. Dat wil je niet, maar dat is echt zo. Je bent niet alleen dat kind wat eens vroeger in een tijd voor we hier waren bij God op schoot zat. Je bent niet alleen Gods zoon en Gods dochter. Je bent ook de dochter van mensen geworden. De naam die je onder mensen hebt gekregen. En wat de mensen over je gezegd hebben. Je ouders, goed bedoeld, verkeerd bedoeld. Je leraar op school, goed bedoeld, verkeerd bedoeld. Ongelukkige opmerkingen, bedoelde opmerkingen. Die hebben je persoon gevormd. Dat noemt de Bijbel de oude mens persoonlijkheidsstructuur. Dat is niet het kind van God in je. Dat leeft samen en het beslist heel veel. Het beslist met wie je trouwt, op wie je verliefd wordt, welke carrière je kiest. Je denkt dat je het zelf hebt gekozen. Nee, die oude mens heeft gekozen. Maar je hebt je er zo mee verweven, want je hebt ontdekt dat je inderdaad bent geworden wie je bij God niet was. En als je langer christen bent, dan kan het niet anders zijn dat je dat van binnen voelt als een strijd. Want je zegt dingen en doet dingen die je niet wilt, zegt Paulus. Spreek ik hier Russisch? Je werkt het. Er zijn er twee in jou. Een oude en een nieuwe. Wij zijn niet altijd wie wij zijn. Alleen God kan zeggen, mijn naam is, ik ben. En dat maakt ons mensen onbetrouwbaar, ook voor onszelf. Nooit helemaal te vertrouwen, grillig, onberekenbaar. En de een heeft het zo ernstig dat je er niet mee leven kunt. En de ander is een redelijke partner, een redelijke vader, maar allemaal. Alleen God kon zeggen, ik ben. Maar, lieve mensen, hier komt het heerlijke evangelie, wat ik in de pastorale gesprekken als een opwekkingskracht heb mogen zien geschieden. God doet er wat aan. Hij stuurt Jezus. En wat ik u zeg is niks nieuws, we zingen de liederen van. Elke kerk beleidt dat, dat valt mij op. Maar wanneer komt opwekking, zeg ik wel eens, als wij geloven wat we geloven. Want wij geloven het wel. Maar we moeten het geloven, niet geloven. Dus ik hoor in alle kerken, zonder uitzondering, hoor ik dit zuivere, krachtige evangelie, wat de hele wereld vandaag de dag, de hele politiek, economie, alles op zijn kop kan zetten, wat mensenlevens alles kan schenken wat ze willen. Ik hoor het in elke kerk, in alle liederen, en we zitten daar, ik zeg, jullie geloven het wel. Als je dit toch zou geloven, blijf je toch niet zitten? Als je dit zou geloven, loop je met je hoofd in de wolken. Als je dit zou geloven, dan zijn je problemen geen problemen meer, onmogelijk. Dus, Heer, vergeef ons dat we hiervan zingen, ook vanmorgen, dat we dit beleiden als hele kerk, gewoon niet kunnen geloven. Ik praat er liever niet over, maar ik heb God wel eens horen spreken in mijn bediening. Niet vaak. De eerste keer was in discotheek Tamberlane op zondagavond, toen ik alleen was. En aan veel speurtochten nou eens een vrouw zocht die bij me past. En ik loop naar, er was maar één vrouw in die discotheek, het mooiste meisje van heel Haarlem, Kobi. En daar stap ik op af. En ik stond klaar met al mijn bravoer om haar te versieren. Ik was zo ervaren erin, ik zou er wel eventjes, zeg mijn vriend, die gaan we eventjes versieren, die komt daar. Ze heeft hier een kruisje. En ik hoor een stem achter in Tamberlane. Die zegt, Ed, dit is zij voor wie je gebeden hebt. En ik was een kleine jongen, mijn versiertrucs vielen al opeens helemaal weg. Ik stond daar en ik wist niet wat ik moest zeggen. Dus ik heb maar gezegd, ik zou je zeggen, ik ben Ed Meenderink en ik zie dat je een kruisje hebt. Nou, God heeft mij gezegd dat jij mijn vrouw gaat worden. Doe dat nooit zo, hè? Jonge mensen hier, schrijf nooit een brief, zeg nooit zo, al heeft God het hout van jezelf. Wat zegt mijn vrouw? Nou, mij heeft hij lekker niks gezegd. Want ze viel op mijn vriend. Zo begon het. Maar wat ik bijzonder vond, en daarna heb ik nog wel eens meegemaakt dat God tot mij sprak, dat God zegt, Ed, het is toch wat? Hij zegt, Helmine, is toch wat? Vind ik bijzonder. Hij noemt je echt bij je voornaam. Dat klinkt 1000 keer mooier dan wanneer een mens of zelfs je vader of moeder dat zei. Dat klinkt, hij zegt gewoon je voornaam. De naam die je ouders je hebben gegeven, is niet jouw naam, dat is een andere. Maar hij noemt je bij je naam. En dan komt Jezus, en die roept de mensen vanwege maar één doel, wat ze allemaal geloven. We hebben het gezongen vanmorgen. Ik werd gevraagd om mijn thema door te geven, zodat de zangleider zou weten wat ze moest zingen. Dat doe ik al 35 jaar niet. En ik heb nog nooit meegemaakt dat de zangleider niet wist wat ze moeten zingen. Soms denk je, volgens mij is de Heilige Geest toch geen sprookje. He? Dus we hebben ervan gezongen. Hij is gekomen om de kinderen terug te brengen bij de Vader.
Het hele thema van Jezus' evangelie is de mensen terug te brengen bij hun vader. En hij noemt mensen kinderen van God die in de verste verte niet konden dromen of geloven dat zij kinderen van God waren. En dat waren ze ook eigenlijk allemaal niet. Geen van die mensen die Jezus kinderen van God noemt. Op een gegeven moment staat hij voor een groep mensen en hij zegt: dit zijn al mijn vaders en mijn moeders en mijn broers en mijn zussen. Zie hier, de kinderen die God mij gegeven heeft, waren mensen die aan geen enkele eis voor lidmaatschap van geen kerk zouden voldoen. Jezus is het voor. Ver voordat mensen gedoopt, wederom geboren, als reiner kunnen worden, oriëntatiekaartjes hebben gevuld, ver voordat ze een beetje geloof hebben in hem wie die is, ver voor die tijd zegt Jezus: Gij zijt. En ze waren zo gekken te geloven. En die kleine mensen stonden op met hun hoofd in de hemel en hebben in de eerste 4 eeuwen het hele Romeinse Rijk omver gekregen. Zonder Bijbel, die was er nog niet. Want de opwekking komt ook niet door de Bijbel, want die hadden ze niet. Moest nog geschreven worden. Ook geen oude perkamenten van het Oude Testament hadden ze ook niet. Dat is echt onzin. Ze hadden alleen maar de woorden van Jezus. Weet je wie je bent? Niet wat je vader zei, je moeder zei, of wat gewoon nooit gezegd is. Want als niemand iets zegt over wie je bent, dan ga je het zelf uitzoeken. Dan word je een soort Madonna. Dan ga je heel even zoeken naar wie ben ik. Papa, don't preach. Dus ook als je ouders niks hebben gezegd, en je leraar niks hebben gezegd, en in de kerk is niks gezegd wie je bent, dan ga je het zelf uitzoeken met alle gevolgen van dien. En dan komt Jezus en die zegt tegen deze kleine mensjes wie ze zijn. Ze snapten er niks van, theologisch moest het allemaal nog komen, maar ze gingen de aarde over en die stond op zijn kop. Opwekking. In dat geloof is niets veranderd. Maar wij geloven het niet. Er is te veel gebeurd. De andere kracht is te sterk. God zegt namelijk: ik ben, maar hij zegt in de Bijbel, ik moet opschieten, op verschillende plaatsen: gij zijt ook. En ik neem u even mee snel naar een aantal bijbelteksten die zeggen: gij zijt ook. Ik ben, zegt God, maar jij ook. Ja, ik weet dat het bij jou dubbel is, zegt God, maar ik zeg je, dat heeft met geloof te maken. Gij zijt. Want wat je gelooft, wie de mensen zeggen dat je bent, word je. Dus heerlijk als je heerlijk ouders hebt gehad, die zeggen: je bent zo mooi, je bent geweldig, je bent een superkind, dat is dan oké. Maar helaas zijn er weinigen die dat hebben gehoord. God zegt: gij zijt. En ik neem de eerste tekst, neem ik u mee, Matthäus 5 vers 13, u kent ze. Maar wat ik hier niet voor vreselijke, ketterse, gruwelijke onzin over gehoord heb, in alle kerken, ook bij ons. Hoe predikers dit voor elkaar krijgen en hoe mensen dit pikken, wat met deze tekst is gedaan. U kent ze, Jezus zegt: gij nu, en hij stond daar voor discipelen die in de verste verte nog niet wisten wie Jezus was. Met me eens? Ze hadden een heel verkeerd beeld van hem. Ze waren nog lang niet wederom geboren. Nog lang niet volwassen. Ja, waren wel volwassen gedoopt. Maar ze waren nog lang niet dat soort christenen waar wij eisen aan stellen voor lidmaatschap. En ze hadden heel klein geloof. Bij het kruis was er niets meer over en bleken ze niets van hem begrepen te hebben. Tegen deze mensen, die veel minder christen waren dan jullie, in de verste verte niet in jullie buurt komen, zegt Jezus: gij zijt het zout van je wereld. En ik hoor preken van: ja, we zouden eigenlijk meer zout moeten zijn in Zaanstad. Hè? Ben je deze week wel genoeg zout geweest in je omgeving? Zo hoor ik ze steeds praten. Met andere woorden, we zijn nooit goed zout genoeg. Ja, dat ben je ook nooit. Ik begrijp de Bijbel zo, ook vanuit onze prachtige West-Vlaamse theologie, dat het pas in de hemel echt teleios wordt, volmaakt wordt. Dus tot aan de hemel zal ik nooit voldoen aan de eis. Paulus zegt ook: forget it, je voldoet nooit aan de eis. Dus steeds hoor ik preken en bijbelstudie, ja, als we nou allemaal zout zouden zijn en daar echt wat aan zouden doen in onze omgeving en getuigen, dan komt het. En ik zeg: Jezus zegt, gij zijt. Opwekking komt niet door iets te doen, hoor. Maar door te geloven dat je iets bent, iemand bent. Want je komt er nooit. Dat gelooft ook elke kerk. Je bent nooit genoeg zout. Ik moet de eerste christen nog tegenkomen. Als ik als predikant zeg: heb je deze week genoeg gebeden? Heb je heilig genoeg gewandeld? Heb je genoeg getuigd? Moet ik de eerste christen die zegt: ja. Het. Heel de miljarden christenheid. Nee. Je hebt gelijk, dominee. Nee. Ja. Leuk, hè, die duivelse truc. Dat zijn, zoals Paulus zegt, daimonio to cosmo. Demonische machten van de religie. Die het christendom krachteloos houden. Krachteloos, want ze voldoen niet aan de eis. Jezus zegt: gij zijt het zout. En die discipelen zijn naar huis gegaan. Die man is gek.
wat hij nou over ons... Hoe kan Petrus, was zo labiel als de Pieter? Ik zout die andere twee die altijd ruzieden. Ik zout, zat ook nog Judas tussen. Hoe kan hij dat nou zeggen? Maar als je het gelooft, werkt dat nog ook. Heb je wel eens gezien? Als je gelooft wie je bent, dan word je het ook nog eens een keer. Zout, in je eigen wereld. En tegen de hele gemeente, gij Koog aan de Zaan, gemeente van de Heer, kerk van de Nazarener Zaanstad. Gij zijt al jaren het zout. En laat je niet ontkrachten door al die goed bedoelde vrome predikingen. Waarin wij zeggen, nou, ik ben niet zout. Jullie moeten eerst dit oplossen in de gemeente. En daar ben je nog niet aan toe. En hier rommelt het nog wat. En eerst moet je zelf nog veel groeien. Eerst moeten we met z'n allen nog naar 5, 6 conferenties. Eerst moeten we daar. En vervolgens zegt de duivel, dank je wel, volkomen lam geslagen. Daar hebben we gelukkig geen angst meer voor. Angstig wordt het rijk de duisternis. Als u deze woorden gelooft. Zou die malle meendering nou toch gelijk hebben gehad vanmorgen? Ik zout in mijn wereld. Hetzelfde in de volgende tekst, die eigenlijk hetzelfde zegt. Matteüs 5, vers 14. Gij zijt het licht van de wereld. En een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat. Op de standaard, en zij schijnt voor alle. Maar je zet niet je licht onder de tafel, toch? Eerst licht aansteken, dat was toen geen knopje hoor. Olie erin, ding aansteken, lukt niet de eerste keer, tweede keer. Brand dat ding een beetje, zet je hem onder de tafel zodat niemand hem ziet. Dat is wat Jezus zegt. En weet u wie hij beschrijft? U en mij. Ja, maar dominee, als u toch wist wat ik in de duisternis allemaal worstel met mijn leven. En ik ben jaren christen, maar mijn lichtje, dat is een waakvlammetje. Het is gewoon niks waard en... Ik snap dat je. Dus wij denken dat we eerst een halogeen verstraler moeten zijn om licht van de wereld te zijn. Vervolgens wat we doen, is waarom we bekend zijn. We worden schijnheilig. We vertonen een enorm schijnlicht. Moet je zien wat een licht ik uitstraal. We komen thuis en denken, oh mensen, nog en toe. En die onbekeerde wereld, die haar fijn door heeft hoe onecht wij zijn, trapt er niet in. Als het je buren zijn, helemaal niet. Moet dat het licht zijn? Lekker zegt die kerk. Dus wij accepteren dat kleine lichtje niet. We schamen ons over ons kleine waarvlammetje. En we stoppen het dus onder de tafel, dat niemand het maar ziet. Ik ken zelfs een collega. Die zei, ik ga zondags in mijn auto en ik hoop dat de mensen niet zien dat ik naar de kerk ga. Ik zeg, waarom dan niet? Nee, ze kennen me. Ik zeg, maar dat is dan toch je licht? Al 35 jaar heb ik natuurlijk honderden leden mogen verwelkomen in onze kerk. En altijd ben ik elke keer op de oriëntatieavond geweest. En heb altijd in een kring, soms 10 mensen, soms 25... naar een stukje van hun getuigenis geluisterd. Hoe bent u hier gekomen? Wat is er gebeurd? Dan zit ik daar te huiveren en te rillen. Ik zeg tegen de kerkleden ook, komt u ook eens kijken en luisteren, want u weet niet wat u hoort, wat om u heen zit. Hoe mensen in ons midden tot geloof en vernieuwing zijn gekomen door ogenschijnlijk hele kleine getuigenissen. Er schiet me zo'n verhaal te binnen van een echtpaar die bidt voor de bekering van heel hun flatgebouw. Ja, dat doe je allemaal als je begint in het christen bent. Je begint met het hele flatgebouw en je eindigt met de buren naast je, maar goed. Zij baden voor het hele flatgebouw, die etage. En ze gaan zondags naar de kerk en ze krijgen een knallende ruzie, vader en moeder. Die de buren goed gehoord hebben, heb ik later gehoord, want die zaten er namelijk later op de oriëntatieavond. En het jongetje van 4 schreeuwt, en ik moet naar de kerk, hou op jullie. Nou, toen hebben ze daar op het balkon hebben ze het goed gemaakt, elkaar omhelst, vergeving gevraagd, gebeden. Zijn naar de kerk gegaan, toen zijn hun buren ook gekomen. En ik hoorde het verhaal op de oriëntatieavond, het maakte zo'n indruk op ons. Dus het geweldige christelijk huwelijk maakte indruk op u. Nee, hoe christenen hun ruzie oplossen met de kinderen erbij. We waren helemaal complex. Dus we zijn naar de kerk gegaan. En langzamerhand zijn er meer mensen uit die flat tot geloof gekomen. Want het was regelmatig ruzie daar. Dat is hun licht. Want Jezus zegt, God zegt, ik ben. Ik kan niet anders zijn. Maar jij kunt heel snel vluchten in een religieus zelf, een vroom zelf, een veroordeeld zelf, of je oude mens zelf. Dan is het jouw licht niet meer. Het is een gemaakt, geforceerd licht. De hele kerk komt met elkaar en speelt kleren van de keizer. En we zitten thuis stik eenzaam met ons ware licht. Als gij het licht wordt wat je bent, en durft te zijn wat je bent, Koog aan de Zaan, hebben wij opwekking. Maar durf het te geloven in jouw licht. Niet in mijn licht, in jouw zout. Dat is wat Jezus zegt. Niet, je zou eerst veel meer licht moeten hebben. Ben je wel genoeg licht geweest? Heb je wel genoeg evangelisatie gedaan? Want christen zijn is geen doen. Het is zijn. En dan doen. Maar geloof je echt wat ik zeg, zegt Jezus. Ik weet toch alles van je. Dat ik het met jou nu, in jouw wereld, kan doen. Zoals je bent.
hoeft niks te veranderen. Gij zijt namelijk het licht. Laat mij, zegt Jezus. Laat mij, wat een woord, ik wou dat ik ze kon preken. Laat mij mijn licht door jou laten schijnen. Ik zit daar net te bidden, doe ik tegenwoordig al 35 jaar of zo. En dan bid ik maar één ding, Heer. Het mijn dringt eruit. Christus erin. Het mijn dringt weg. Christus erin. Dan adem ik hem in. Het is maar een beetje zo'n truc om Christus in te ademen. Want Jezus zegt, laat mij, want het licht van Christus schijnt in alle mensen, zegt mijn Bijbel. Geen eisen, in alle mensen, Johannes 1. Het licht van Christus schijnt, dat Jezus zegt, zorg nou dat mijn licht in jou er vrij doorheen kan. Laat mijn zout de wereld zouten. En jouw schuldgevoelens en complexen van je christelijk minderwaardigheidscomplex hinderen mijn licht. Laat het gewoon zo gebeuren. Ik was bemoedigd door jouw blije, maar ook een beetje verbaasde getuigenis dat God dat zomaar kon doen. Hè? Die verbazing siert je, maar die zouden we toch niet moeten hebben? Natuurlijk doet God dat door jou heen en door u heen, door ons allemaal heen. Terwijl het zelf helemaal niet botert met je. Je licht is bijna uit. God gebruikt het. Gij zijt het zout, gij zijt het licht. God zegt ik ben. Gij zijt ook zout en licht. Gij zijt mijn kinderen, mijn vaders, mijn moeders, mijn broeders en zusters. Gij zult niemand op aarde uw vader noemen dan één, zegt Jezus. Gelooft u dat? Bij hem kom je vandaan. Als je straks doodgaat, zeggen we hij is thuis. Mijn thuis is waar ik vandaan kom. 2 Korinthe 3, vers 2 tot en met 3. Deze woorden zijn gesproken tot de rotste christelijke gemeente die er ooit over de aarde heeft gelopen. En ze liepen nog niet eens. Ze ruzie dan helemaal op plaats. Deze gemeente is een schrik van elke voorganger. Er is geen gemeente rotter dan de gemeente Korinthe. Paulus heeft 4 brieven aan hem moeten schrijven. We hebben er maar 2 over. 2 zijn verloren gegaan. En het was nog niet op orde. Op een gegeven moment moet hij tegen hen zeggen, zal ik bij jullie dan maar weer met de roede, met de wet komen, want het evangelie werkt niet bij jullie, jullie kunnen de vrijheid niet aan. Deze gemeente was een gruwel. Paulus zegt, er gebeurt zonde onder in, bij jullie, als in de Grieks-Romeinse wereld van toen niet gebeurde. Vreselijk! Maar hij zegt wel dit, tegen deze vreselijke gemeente. Dus jullie zijn zo niet, jullie zijn een stuk beter. Amen? Zijn jullie een stuk betere gemeente dan Korinthe? Doen ze flauw? Amen? He, let op. Tegen een gemeente veel slechter en rotter en verschrikkelijk. Onze brief, zijt gij. Geschreven in onze harten. Kenbaar en leesbaar voor alle mensen. Daar gij toont een brief van Christus te zijn. Door onze dienst opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Laat Gods geest zijn brief door jou schrijven. Jullie gemeente Korinthe. Met al je zonden en problemen, al je mix van geloof, al je foute theologie, gij zijt een brief van Christus aan Korinthe. En een brief van Christus is natuurlijk een love letter, een liefdesbrief. Dit zou ons tot nadenken moeten stemmen. Niet eerst dit en niet eerst dat en niet eerst aan die eis voldoen en eerst heilig worden en eerst dit en eerst voor Israël bidden, al de goede dingen. Eerst geloven, wat je niet kunt geloven, want het klinkt zo onwaarschijnlijk. Gij zijt een brief aan de wereld. De geest van God schrijft zijn brief. Zout zijn zout. Licht zijn licht. Ongehinderd door me heen. Omdat ik niet constant zit. Oh, ik voldoen niet. Ik heb deze week niet goed genoeg gebeden. Ik ben dit niet en dat niet. Dan is de geest al weg. Laat mij. Dan zult gij zijn. Gij zijt zoals ik ben, zegt God. Onderweg. Dan heb ik er ook nog eentje. Die is heel erg lastig voor u te verkroppen. Maar het is toch Bijbels. Het Calvinisme heeft dit goed stuk gemaakt. Met alle respect voor het Calvinisme. Psalm 82, vers 6. Zegt God, gij zijt intelligente apen? Ja? Zegt God, zijt allemaal gevallen zondaren? God zegt hier, gij zijt, zeg het eens hardop, goden. Nou, u zegt, het mag niet, de Calvijn zei, dat is het ergste van het ergste. Dat zeiden de Joden ook toen mensen van Jezus zeiden, hij is God. Toen, ja, dat mag helemaal, dat is Gods lastering. En dan zei Jezus, en dan citeerde de psalm, hoezo dat de mensen mij God noemen? Jullie eigen psalm zegt over jullie, gij zijt goden. En als God zegt aan het begin, laat ons mensen maken naar ons beeld in onze gelijkenis. Als Jezus zegt, hij is je vader. Is onze vader dan een aap of een mens? Wat ben je als je een zoon of dochter van God bent? Een God en godin in wording. Dat is de boodschap van heel de Bijbel.
Dan zeggen wij meteen om het een beetje goed te maken, nederig, ja, gevallen goden, we weten dat. Maar Jezus komt om dat te herstellen. Daarom wordt hij niet genoemd een enige geboren zoon van God, maar vooral een eerstgeboren zoon. Die zegt, zie, al de kinderen die mijn vader ons heeft geschonken, de nieuwe familie van God, zijn kinderen. En in Genesis staat zo mooi, alles bracht voort naar zijn eigen aard. Bomen brachten bomen voort en leeuwen brachten leeuwen voort en plantjes brachten plantjes voort. En God bracht goden. Ik ben dol op Griekse mythologie. En ik heb alle films die er gemaakt zijn over de grote Griekse held Herakles, Hercules gezien. De laatste, voor Kerstmis een keer, vind ik nog steeds huiveringwekkend. Want u weet, Hercules was een van de halfgoden, een demigod. Alle religies vertellen dat verhaal uit de Bijbel, dat de goden op aarde zich op een gegeven moment vermengd hebben en dat daar een hybride ras uit voorkwam. Ook Genesis 6 zegt dat, ook de Griekse mythologie. Dus laten we aannemen dat het wel waar is. Herakles was de zoon van Zeus, de oppergod, en een zoon van een aardse vrouw, want Zeus was verzot op vrouwen. Nou. Maar in deze film is er een raar verhaal. Je ziet de kleine Hercules opgroeien, is een klein tenger mannetje. Zijn broer is veel groter en sterker. En er is ook een raar verhaal, want zijn vader is maar zijn stiefvader, want het schijnt dat een volgeling van Zeus in de tempel zijn moeder heeft aangerand, waardoor hij geboren is. Ja, en als je opgroeit met het idee, ik kom voort uit zo'n relatie, ja, dan is je zelf melding. Dus je ziet Hercules lopen, ja, ik ben een bastardzoon, ik weet niet wie mijn vader is, en verschrikkelijk, en door mijn moeder is aangerand, ben ik er. Nou ja, hij is niet goed in sport, hij is zwak, en je denkt, hoe moet het ooit Hercules worden? Dan komt zijn stiefvader naar hem toe, want hij ziet dat zijn stiefzoon het niet meer redt. En hij lijdt eronder, en hij zegt, ik ga iets verklappen, wat we geheim hebben gehouden. Ik was erbij, toen je moeder werd aangerand door die volgeling, maar ik zeg je, het was echt Zeus. Het was de oppergod. In die film zie je dat Hercules, daar staat hij opeens zo gaat staan. En hij loopt zo weg. Als een god. En hij gaat trainen, hij gaat trainen, hij gaat als eigenwaarde werken. En hij traint en hij wordt Hercules. Voor mij verschijnt een heel mooi meisje. Ik dacht dat ze uit 10 Challenge Vlaardingen bij ons kwam. Het blijkt later in het verhaal, oh sensatie, dat 3 jaar geleden zij nog in Amerika werkte en dat ik voor de televisie voor haar heb gebeden. Want zij vertelt mij dat ze een wereldberoemde internationale pornoster was. Ze zit daarvoor, maar ik schrik me rot. Van haar heb ik het helemaal niet verwacht. Ik herinner me niet dat ik 3 jaar geleden voor haar had gebeden bij een interview op Veronica. Toen mijn vrouw en ik huilend voor de tv zagen en daar dat Hollandse meisje zag wat vol glorie vond te vertellen wat ze allemaal deed daar. En dat we baden, Heer, breng haar naar mijn kerk. 3 jaar later. Maar ik herkende het toen niet, dat kwam later. En ze vertelt het zo, en ze vertelt eerst heel rustig zo. Ja, ik ben een beroemde pornoster geweest, die en die naam. En mijn films gaan nog over het hele internet. En toen vertelt ze hoe ze tot geloof is gekomen, zit in onze kerk. En op een gegeven moment houdt ze niet meer, ze begint te brullen, zeg. Te huilen, zo erg. Ik denk, dat hebben ze buiten gehoord. Ik ben een hoer, ik ben een hoer, ik ben een hoer. Het licht was aangegaan. Terwijl ze voor de televisie nog zei, ik geniet van mijn werk, word betaald voor mijn hobby. Gilde ze. Ik zeg, ben een hoer. Ik zeg, stop, stop. En ik zijn opgestaan en weer in het ging. Ik werd zo kwaad, zo ontzettend kwaad, dat ik stond te trillen. En ik wees naar haar en zegt, nee, dat is een leugen. Je bent een dochter van God, maar dat ben je vergeten. En ik heb in mijn hele bediening nog nooit die woorden zo doel zien treffen. Ik gebruik haar nu. Ze heeft later een getuigenis gegeven in de dienst. In 3 jaar tijd is er zo'n wonder met haar. Ik heb haar getrouwd in Engeland. Als ik er nu spreek, dan zit er Kobi en ik aan de telefoon. Denk, wat doet God? Zo'n mooie, leuke vrouw geworden. Alleen maar de woorden. Ik word betaald om woorden te spreken. Ik hoef lekker geen psychologie te doen. Dat is ook goed. Ik mag spreken. En ik zeg dingen tegen jou die je niet gelooft. Mijn vrouw, 1,80 meter lang, woog 54 kilo toen ik haar leerde kennen, stond voor de spiegel en vond zichzelf lelijk en dik. En ik zeg, Kobi, je bent zo'n lekker mooie vrouw. Je hebt zo'n prachtig lichaam. Uit mijn tenen kwam het en ze kijkt me aan. Fijn dat jij het vindt. En ook toen werd ik heel erg kwaad. Ik zeg, je maakt mij tot leugenaar. God en ik vinden je zo zielig dat we je complimenten geven. En God ook. Ze stond te trillen. Ik zei, dan ga je voor de spiegel zeggen wat je gelooft. Ik ben niet dik en ik ben ook niet lelijk en ik geloof mijn man. Want die ligt niet. En ik geloof God, want die ligt niet. Het heeft 20 minuten geduurd, ze heeft in de dienst een keer verteld. Ze stond te trillen en ze zegt, ik dacht dat ik een vloek over mezelf verbrak. Wat dacht u? God zegt, gij zijt. Jouw ouders hebben iets anders gezegd, of niks gezegd.
Alleen mensen hebben iets gezegd van jou en het zit helemaal in je hele systeem. Je leraren hebben ongelukkigwijs iets gezegd. En of ze nou gezegd hebben, je bent fantastisch, je bent een half god, je bent fantastisch, of je bent niks. Je bent het langzaam geworden. En het echte in jou, wie je echt bent, is op de achtergrond gekomen. Je maakt de verkeerde keuzes, kiest de verkeerde carrière, kiest de verkeerde partner en daar zit je. God zegt, gij zijt goden. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Maar als ik het geloof, dan denk ik, ja maar, ik heb altijd gedacht, ik ben niet de zoon van Wim en Gerda Meendering, maar ik kom met een UFO hier of zo. Ik heb altijd zo'n rare herinnering gehad aan een wereld van licht als kind, waar niemand me over kon vertellen. En opeens snapte ik het toen ik het hoorde. En toen ik de film Thor zag, heeft u die gezien? Zat ik aan mijn hand mijn vrouw vast en ik zat te trillen. Ik zei, dat is ons verhaal. De arrogante God, die op aarde wordt geworpen om zijn arrogantie af te leren. Ik zei, dat ben ik. En zijn eigen hamer niet meer kan optillen. En langzaam mag terugkomen bij Odin, de oppergod, omdat hij geleerd heeft niet meer arrogant en onafhankelijk te zijn. En zo zijn wij hier gekomen. Al die mythes zeggen het. En Jezus zegt het. Gij zijt zout en licht. Gij zijt zonen Gods, dochters Gods. Je moest eens weten. Gij zijt goden in wording. Geloof niet al die onzin over je. Geloof dit. 1 Korinther 7. En dan sluit ik af met het laatste. Slaaf ben je toch, vat ik samen. Als je dan toch een slaaf wil zijn. Wees een slaaf van Christus. Want God zegt, gij zijt van mij. Je moet toch van iemand zijn hoor. Maar wees dan van mij. Lijkt me wel zo veilig. Gij zijt van mij. Gekocht en betaald en geborgen in Christus in mij. Gij zijt mijn. Paulus zegt in Athene, hebt u de woorden wel eens gelezen in Handelingen 17? Wij zijn van Gods geslacht. Kent u die woorden? Daar wij van Gods geslacht zijn. Van Gods geslacht. Goden en godinnen in wording. Gij zijt van mij, zegt God. En ik sluit af met de allerlaatste, de mooiste, de meest spectaculaire. En als ik één klein procentje van de kracht van deze woorden aan u vanmorgen kwijt kan, ben ik zo gelukkig. U kent de woorden. Maar ook hier zijn ze half geïnterpreteerd. Jezus werd gedoopt. En Jezus, neemt u van mij aan, heeft vreselijk geworsteld met zijn identiteit. Er was een bijzonder verhaal dat zijn moeder een engel had gezien. Ik zeg niet dat het niet waar is, maar als de zoon in de tempel is, dan staat er letterlijk dat de ouders van Jezus hem niet begrepen. Wat moet mijn zoon nou in die tempel met die woorden? Dus Jezus had ouders die hem niet begrepen. Staat in uw eigen Bijbel. Laat u niks verhalen door de sprookjes die verteld zijn in de kerk. Er staat in uw eigen Bijbel. Zij gingen weg en ze dachten, wat hebben we nou toch voor zoon? Maria, je weet toch nog wel van die engel? Ja, dat kan zo gaan, dat ze dat vergeten. Ik weet niet, maar op dat moment, 12 jaar oud, daar zat een zoon in een tempel en hij zegt eigenlijk niks bijzonders. Hij zegt, God is mijn vader, maar orthodoxe joden kunnen u vertellen dat elk oprecht joods jongetje dat bij zijn bar mitzwa zegt, zoon van de wet, zoon van God. Alleen Jezus was bijzonder erin. Vervolgens moest Jezus zonder zonde op de kleuterschool al gedacht hebben, wat ben ik toch voor een persoon? De anderen steken elkaar oogjes uit met lepeltjes in de zandbak, maar ik kan dat allemaal niet. Dus Jezus moet constant geworsteld hebben, wie in godsnaam ben ik? Dan wordt hij gedoopt omdat hij een bijzonder verlangen had naar God. Dan staat hij op en dan zegt God wie die is. Gij zijt mijn zoon, de geliefde in wie ik welbehaag heb. Gij zijt mijn dochter. Je weet niet hoeveel ik van jou hou. En je weet ook niet, lieverd, hoe ontzagwekkend veel waard je van mij in de kosmos bent. Er is niemand als jou. Ik heb een bijzondere wet gemaakt, die van de genetica, die ervoor zorgt dat ik tegen al mijn kinderen kan zeggen, gij zijt uniek. Als er maar één van jou was op deze aarde, zou hij gestorven zijn voor jou. Niets wat ik zeg is nieuw voor u. Maar u bent heel erg stil. Want u gelooft het wel. Gij zijt niet Ed Meendering, de zoon van Wim en Gerda. Die hebben gezorgd voor je DNA-omhulsel. Daarom heb je het mooie uiterlijk van je moeder en de intelligentie van je vader meegekregen. En je zus precies het omgekeerde. Je hebt het DNA natuurlijk gekregen, het omhulsel. Daar hebben je ouders voor gezorgd. Maar je ouders wisten al heel snel dat ze geen kind van hun hadden. Want je wist ook al, jij bent van mij. Ik heb jou ingeblazen, ergens onderweg daar in het traject. Jij bent een zoon, dochter van mij. En straks zul je je naam weer weten. Ja. En ik hou van je. Nou, psychologen hebben aangetoond. Het is de taak van een vader vooral, ook van de moeder, vooral van de vader, zijn meisje te pakken, op schoot te zetten. Zeg, papa is zo trots op je. Weet je hoe mooi je bent? Oh, de mannen die gaan straks om jou heen drommen. En weet je hoeveel papa en mama van je houden, mooi meisje?
Weet je dat je een vrouw bent, een vrouw in wording? Dat zijn precies de dingen die God zegt. Seksuele identiteit, waarde identiteit. En als een vader dat niet doet of niet kan, dan krijg je een soort Madonna. Of je krijgt een pornoster, want zij vertelt hoe het kwam, namelijk op die manier. Mijn vader zei nooit dat ik mooi was. Hij heeft me nooit aangeraakt. Dus toen lag ik een keer op bed als klein meisje en ik zei tegen het blauwe hinein, ik ga de mannen laten betalen om mij mooi te vinden. Boem, bam, kledder. Of een Madonna die maar zoekt tot papa zegt, wat ben je mooi. Wat heb je het goed gedaan. En dan pakt vader, pakt zijn zoon en zegt, weet je, jij bent een man. Jij bent een man, dat is je seksuele identiteit. Dat ben je. En je bent, papa houdt zoveel van je jongen. Wat je ook gaat doen met je leven, papa steunt je, die houdt, of je nou een dokter wordt of een schoonmaker, we houden van je. Als vaders dat niet zeggen, blijft het kind zijn hele leven zoeken. Naar zijn seksuele identiteit, zijn ware identiteit en wie die is. God zegt, gij zijt. Gewoon zoals je bent. Zout, licht, een brief van Christus voor de wereld. Gij zijt mijn zonen, mijn dochters, gij zijt goden. En je moest eens weten hoe waar het is wat je al die jaren in de kerk hebt gehoord. Ik hou echt van je, gewoon zoals je bent. Amen. Amen. Ik heb de tijd vergeten. Zal ik met u bidden? U hebt ook een altaar, hè? Ik heb vorige week zondag in onze kerk over het altaar gesproken, wat ik al 35 jaar mag benutten. En het is bij mijn weten uniek in de kerk van Nazarener, het open altaar. Het leger des Heils heeft wel een knielbank, maar die heeft een iets andere doelstelling. Wij gebruiken het ook voor deze dingen, om naar voren te komen. En waar de Roomse kerk haar identiteit vindt in de Eucharistieviering, je kan over de hele wereld naar de Roomse kerk gaan, hebben ze Eucharistie, daar vinden wij het in het open altaar. Kerken verschillen enorm, ook in ons district. Dit hebben we allemaal. En het werkt formidabel. Dus ik wil u uitdagen, uitnodigen straks. Om een geloofstap te zetten. Want sommige rituelen helpen het geloof. En dan wil ik voor u bidden. Omdat ergens deze woorden bij u gaan landen. Er zijn er velen hier die smachten naar die woorden. Die smachten naar een vader en een moeder die het had gezegd moeten hebben. Ja? Maar God gaat het niet doen. En ik wil ze tot u spreken. Gij zijt goden, gij zijt mijn kinderen. Ik hou van je. Als u wilt, hebben we nog een lied wat we kunnen zingen? Is er geen lied meer? Ga jij wat spelen? Nou, je speelt fantastisch, heb ik net gehoord, dus van mij mag je. Ja? En terwijl hij speelt, mag u komen. Als u wilt. Vader, bron van alles, Vader, Heer, vergeef ons, een zonde jegens onszelf, vergeef ons, Heer, dat het zo moeilijk voor ons is om dit wat wij geloven te geloven, want we hebben zoveel andere dingen geïncasseerd, zoveel anders moeten horen over wie we wel of niet zouden zijn, zouden moeten zijn. We merken het allemaal. Sommigen hebben er veel last van, anderen weinig, maar allemaal. Allemaal nekt het ons, Heer. En als heel uw kerk, Heer, hier in Koog, Nederland, Europa, wereldwijd, zou geloven wat onze eerste broeders en zusters gewoon geloofden, en dan nog zonder Bijbel. Gij zijt mijn zonen en dochters. Je moest eens weten wie je bent. In de kosmos zul je straks met mij, Heer, zijn werelden scheppen en onderhouden. Samen met je broer Christus op één troon, aan zijn hand. Jullie, mijn goden familie, vrij van zonde, volmaakt en wel. Allemaal door Christus, je eerstgeboren grote broer. Kijk naar hem en til je aan hem op hoe hij over water ging, hoe hij voedsel vermenigvuldigde. Water en wijn, mensen genas en ontzagwekkende liefde verspreidde. Kijk naar hem, je
je grote broer, want hij is je toekomst. En sta straks op uit dit gebed, mijn kind, met het kleine geloofje wat ik zal versterken, dat alles wat je uit de Bijbel gehoord hebt vanmorgen waar is, hoe ongelooflijk het ook klinkt. Dat is het evangelie van kracht. Gij zijt niet zomaar een mensje, niet zomaar een bijproduct van een evolutionair proces, niet zomaar een intelligente aap, ook geen gevallen zondaren, maar geredde heiligen die op Jezus zullen lijken, straks naast hem zullen zitten. Je moest eens weten hoe waar de woorden zijn die je in de kerk hebt gehoord, dat ik zoveel van jou hou, dat er maar één van jou is, dat je van onschatbare waarde bent voor mij in de kosmos, want je bent een stukje van mij, voor wie Jezus zich gaf. Als je straks opstaat uit het gebed, of het nu aan het altaar is of op je plaats, want ook zijn er op hun plaats die het gebed meebidden, sta werkelijk op, neem je bed op en wandel. Want gij zijt, net als ik, zegt God, ik ben ook, gij zijt. In Jezus' naam, dank u, Vader. Amen. Thank you.
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar u, Heer, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van u, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer, die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal. Wat kan mij gebeuren, door zon of door maan? U bent mijn schaduw, u bent er altijd. Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwigheid. Zo vanuit hier naar de plek waar we gesteld zijn, naar de plek waar we zijn. Daartoe mogen we de zegen van God ontvangen. Mag de Heer jullie zegenen en beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over je doen schijnen en je genadig zijn. Mogen de Heer je zijn gelaat toewenden en vrede geven. Amen. Heel de schepping wordt bevrijd. En op die dag, dan komt de Heer en haalt zijn bruid.
Een goede week gewenst.